Indie Spotlight. Iedere maandag zetten we een indie in de spotlight. En dat doen we natuurlijk met niemand minder dan Soraya van der Weijden. Onze femme fatale en een beetje onze indie meid, zouden we wel kunnen zeggen. Soraya heeft een aparte titel meegenomen. Ze was hem vorige week al aan het streamen op ons Twitch kanaal. Komt trouwens langs, volg ons, dat is een keer leuk. Maar ik ging naar dat Twitch kanaal. Ik denk, ik ga me baden in die gezelligheid. En wat vind ik daar? Ik vind dat zij aan het spelen is Academia, A School Simulator. En ik zeg een school simulator, want het leek op een schoolsimulator. En dat is het volgens mij ook. Het is absoluut een schoolsimulator. Ja, dus als je dat dan zo ziet, dan... Nou goed, wat ik merkte, dat is de meeste mensen die op jouw stream kwamen, die kwamen langs met een beetje de openingszin van... is dit een soort van Prison Architect-achtige game? Absoluut, en dat is echt... Nou, het is gewoon Prison Architect. Alleen dan op een school, dus alsnog zeg maar waar je een soort... ook mensen in de gevangenis houdt, zo het voelt hetzelfde. Ja. Voor de mensen, de kleine poppetjes die je aan het begeleiden bent. Ja, absoluut. En het ziet er ook gewoon heel erg uit. Een beetje heel ouderwets. Ja, maar niet op een slechte manier, maar gewoon nostalgisch, zo moet ik het eruit zien. Inderdaad, je ziet die beelden en het is niet heel erg fancy-pancy of zo. Het is vrij back-to-basic, zou je kunnen zeggen. Het draagt dat bij aan de ervaring of is het meer van, ach, ze hebben gewoon voor deze artstyle gekozen, want het was makkelijk? Nee, het draagt absoluut er aan bij. En ik voelde me ook echt, nou, weer een beetje 12 worden of zo. Weet je, Zoo Tycoon, The Sims 1, helemaal dat hele idee dat je gaat plannen hoe alles moet. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar weet je, dan bij wiskunde vroeg, oh meneer, mag ik echt dat blaadje? Het schrijf beter. Was ik niet, nee. Oké, nee, dat was ik wel. En wat ik eigenlijk deed, was natuurlijk één blaadje dat deed ik als ik aantekeningen aan maken was, want nerd. Andere blaadje, dat schoof ik zo aan de kant. En dan ging je helemaal uittekenen hoe ik wilde dat mijn dierentuin, mijn rollercoaster of mijn huis van Sims eruit zag. Oké. En ik heb dus na die stream ook een blaadje gepakt om zeg maar uit te tekenen. Wat moet er anders? Wat ging er fout? Hoe je kunt ook mooi weer die beelden terugkijken en zo op die VOD. Dat je gaat kijken, waar ging ik de mist in hier? Waarom heb ik de aula zo geplaatst? Maar echt, ik heb dit echt gedaan. Ik heb dus twee typen gemaakt van scholen. Eentje dat ik echt denk, nou weet je, moet full hell worden. Dus met hele grote scholen. Mm-hmm. Maar eentje dat ik denk, oké, het moet wel echt goed worden, moet mooi worden. Ik wil in het midden ook een aula. En in de aula een klein hoekje met computers en ook boeken. Daaromheen wil ik klassen, maar ik wil natuurlijk wel alle eerstejaars, tweedejaars bij elkaar. Ik wil de kleine klassen. Ik was er echt helemaal op die manier mee bezig. Het is sowieso, het is wel vrij serieus. Je moet volgens mij geen gekke stuff gaan verwachten, toch? Geen fantasieachtige setting. Het is wel vrij gewoon van, nou, dit is een school en je gaat hem gewoon zo goed mogelijk proberen te runnen. Ja. Hoe diep gaat dat dan? Want jij hebt het al over in de aula alweer bepaalde dingetjes selecteren en dergelijke. Gaat het echt zo diep tot in zeg maar het boek, want daar schuin op de tafel ligt? Of hoe zit het? Nee, het is absoluut inderdaad. Het is heel basic eigenlijk. Het is voor de mensen die nu ineens denken van, waar hebben ze het nou nog steeds over? Wat je dus gaat doen, je bent een soort god en jij gaat je eigen school inplannen. En alle scholen zijn gemaakt door goden. Ja. Oh. Maar dan goden die willen zien hoe jij suffert. Ja. Dus dat ga je eigenlijk doen. En dit doe je door dus bepaalde muren te plaatsen en ook de meubels in die gebouwen. Maar het is niet zo dat je kan kiezen tussen verschillende stoelen. Nee, oké. Okay. Oh, dus er is niet een stoel die beter zit, zodat ze langer geconcentreerd blijven en dan gaat die uiteindelijke wisdom weer sneller omhoog of zo of iets. Nee, het gaat absoluut niet zo diep. Het is ook echt wel, als jij bijvoorbeeld één ruimte hebt gemaakt en je zegt, nou, dit moet een eerstejaarslokaal worden. Er zijn wel een aantal criteria waar je aan moet voldoen. Okay. Maar die zijn ook heel basic. Weet je, je moet 10 tafeltjes hebben, je moet een bord hebben, een bureau en een stoel voor de leraar en that's. En dan heb je al een vinkje met, nou weet je, goed gedaan. Ja, hoppatee, eerstejaars mogen erin. Ja, dus daar is geen leraar in. Dat wel. Oké, dat moet trouwens. Ja. Dus dat gaat niet heel diep. Het gaat pas dieper als je. Want dat moet ik wel zeggen. In het begin dacht ik, ja, maar wat moet ik doen dan? Is er niet een verhaallijn, iets wat je aan het handje neemt van kom, we gaan onze eerste school samenbouwen? Of? Nou, ik was dus echt gewoon een beetje verdwaald of zo. Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar je hebt een lijstje en dan kan je aanklikken wat je gaat doen. Oké, okay. Dus je moet je eigen objective stellen. Ja. Oké. Okay. En dat vond ik eigenlijk heel erg fijn, weet je, toen ik er uiteindelijk achter kwam. Want dat is tegelijkertijd een beetje de tutorial, omdat je niet alles tegelijkertijd hoeft te doen. Het begint echt letterlijk met, oké, maak maar een kamer voor de directeur. Oh ja, oké. Okay, ja. En dan steeds weer krijg je van die grants en als het is gelukt, dan krijgen we extra geld. En met dat extra geld kan je natuurlijk weer meer dingen bouwen. Ja. Zo houd je schoolcarrière je een beetje gaande. Ja. Oké. Okay. Ik ben dan heel erg benieuwd, hoe lang blijft dat leuk? Want als daar niet een verhaallijn in zit en je stelt notabene je eigen doelen, ik weet dat daar een markt voor is, maar ik denk dat voor veel mensen dat ze dan zoiets hebben van ja, ik heb het eigenlijk wel weer gezien, want ik heb een paar scholen gebouwd en that's it. Biedt het genoeg? Mm.
Jij was na die stream, heb je het nooit meer opgestart. Dat je, nou ja, ik heb jawel, het alweer gezien. Jawel. Nee, maar dat is het wel. De replay value zit er zeker in. Mm-hmm. En dat, daar haal je het ook echt wel uit de kosten. Want het is €20 wat ik voor hoe weinig er eigenlijk in zit best veel vind. En ook hoe niet fancy het eruit ziet of zo. Zou je ook niet zeggen van dat is een hele dure game als je hem zo ziet. Nee, dat is absoluut zo. Het is wel zo dat je inderdaad denkt, oh, na één keer dat je nog een keer gaat spelen. En dat je denkt, kan ik het nog beter maken? En dan weer tussendoor. Ja. Oké, wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld geen wc's doe? Weet je, op die manier? Ja, nee. Ook interessant om te zien is dat de Squeaky Wheel Studios Inc. Goeie naam ook. Yes, de studio van. Die zeggen dat ze steeds blijven updaten. Oké, dus uiteindelijk komen er nieuwe faculties of zo bij. Zo ja, zeggen. En de specialisaties van de scholen komen erbij. Ah, okay. Dus dat is wel. En uiteindelijk kunnen ze ook groepen, speciale clubs maken. Zo. Dus dat komt er als het goed is. Dat is mooi. Ja. Maar is dit early access of is dit al uit voor die €20? Nee, het is wel al early access. Okay, ja, dus dat is wel. En ik betwijfel of dit er ooit tussen nu en snel uitgaat. Dat heb je wel eens. Dat zijn gewoon. Nou ja, Steam forceert tegenwoordig natuurlijk games uiteindelijk om eruit te gaan. Ja. Maar dan alsnog, er zijn gewoon gevallen waarin een early access periode 3 of 4 jaar duurt. Ik heb gisteren voor het eerst Subnautica opgestart. Is zo'n game die legendarisch lang in early access bleef zitten. En het is laten we hopen erg. Dat het hier niet gebeurt. Ja, nou ja, weet je, het is niet heel erg, maar het is ook weer niet echt fijn voor de industrie om altijd maar op early access te blijven hangen. En dan eigenlijk voor ontwikkelaars om te denken, we leveren iets af en we kijken wel of we het ooit afmaken. Ja, maar weet je, tot. Ik denk de basis gewoon gezet. Het blijft er zo uit zoals het er nu uitziet. Het enige wat ze gaan toevoegen is meer gameplay. En dan denk ik, ja. Ja, dat is altijd welkom. Ja, tuurlijk. Blijf maar lekker early access. I don't care. Zolang ik geen tientje erbij moet lappen voor, weet ik veel, de Harry Potter Club DLC. Die er ongetwijfeld gaat komen, anders in de mod. Natuurlijk. Ja, zit eraan te komen. Dus op zich dacht ik, nou, prima early access. Want je merkt het aan niks behalve dan dat de gameplay nu een beetje basis is. Maar het zorgt gewoon wel voor dat je, wat ik zei, weet je, ik heb letterlijk een papiertje gepakt en daar uittekende. Dat gevoel. Het is een beetje nostalgisch. Het is fijn dat dat soort games weer een beetje terugkomen. Ja. Want dat hebben we natuurlijk een beetje, wat is dat, eind jaren 90 of zo, had je dat natuurlijk heel veel met Hospital Tycoon en Zoo Tycoon. En al die sim games. Ja, ja, dan goed, dat is wel een beetje jouw pakje Jan natuurlijk. Ja. Ik denk alleen wel dat het vrij niche gericht is. Ja. Want jij vreet dit op, maar ik denk dat er heel veel gamers zijn die ze hebben van, weet je, als er geen doelstelling is en het is allemaal een beetje serieus en bazaal, dan ga ik daar niet heel erg wild op. Maar goed, voor anderen is dat juist de indie die ze zoeken. Ik ben benieuwd. Laat het ons weten. Ja, vertel het ons. Dat was het voor deze week van Indie Spotlight. Dat is Academia School Simulator, want het is een scholensimulator. We zijn heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. En natuurlijk, kom volgende week terug voor een nieuwe Indie Spotlight. Dan zit Soraya hier weer. Misschien met mij, misschien met Peter, misschien met compleet iemand anders. Weet ik veel, maar we gaan een nieuwe Indie bespreken dan. Tot dan. Doeg.